Bam! Yes! Dood. Yeah! Ik zie inderdaad een kist hier zo. Ja, dat is een locked kist. Ja, dat is meestal. Alleen hij liep in de buurt, dus ik moest even... Hij hurt je. Ik heb wel een locksleutel. Ja, jij wel, ja. Ik weet niet of ik alles mee kan nemen, want ik heb een aardig volle inventaris. Even kijken, we hebben... Zo, voor jou is het lekker. We hebben 8 van die geweerskogels. Oh, mooi. Wat is dat lekker voor mij? 6 shotgun. Die laat ik erin zitten. Dan kan jij dat pakken. Ik haal er alleen even uit wat voor mij... gewone kogels gebruik jij niet, hè? Die 9, M9. Nee. Haal ik die er ook uit. Planken haal ik eruit. We hebben 10 ijzerfragmenten. 4 koper. Een paar wapendelen. Nou. Moet jij de rest er even uithalen. Dat goed, goed. Kun jij heel goed gebruiken. Oh, oké. Okay. Denk ik. Ik zal even mijn shocker even bij vullen. Ja, toch? Inderdaad, komt goed. Tja, ik ben me helemaal klaar voor oorlog. Kijk, dan heb je in ieder geval weer wat kogels. Oh, wat je raakt altijd wat kwijt van je kogels. Medium pants, oké. Okay. Ik wist het, hè, dat die klootzak erbij zat. Het is anders wel iets, hè, met die beesten. Ja, ze bewaren meestal als een wolf of een beer heel lang op dezelfde locatie blijft, dan weet je dat die gewoon een kist... En ik wist dat dat ongeveer een lokkrat gedeelte was, dus ongeveer. Ja. Ik had al een groot vermoeden. Nou, dan gaan we even verder lopen. Hoe zat het met mijn eten? Mooie kip. Ik heb 1 besje, dus die eet ik even op. Ik wil eigenlijk even verder kijken. Nog meer... Maar in ieder geval, loksleutels moeten we weer maken in ieder geval. Ja. En wat moest ik nou nog meer maken? Oh ja, die pan. Oeh, kijk eens even. Dat waren 11 spijkers in 1 krat. Dat is lekker. En volgens mij heb ik ook een slokje water nodig. Ja. Laten we dat ook even doen. Zo. Waarom zijn die kippen zo snel? Springen, hè, moet je erachter. Springen? Ja, blijven springen. Oh, ik heb gewoon gerend. Oh. Ik heb wel even gekregen, maar... Ik zal gewoon even proberen met springen. Kijken of dat sneller gaat. Gewoon snel run, zeg maar. Snel lopen en dan springend. Krijgen ze iets sneller te pakken. En een heuvel op is ook goed. Oké. Okay. En als je ziet dat hij een verkeerde kant, dat die kant op gaat dat jij niet wil. Stel hij gaat naar links en hij moet voor jou eigenlijk naar rechts. En je ziet het al in de verte dat hij, dat de gevaar dreigt die kant op. Dan ga je hem alvast aan de linkerkant benaderen. Dan stuur je hem vanzelf naar rechts toe. Ja. En vice versa natuurlijk. Tuurlijk. Oké, mooi. Ik kan me dat even blijven oefenen. Ja, ik wil nog steeds even oefenen, maar in principe, mij lukt het wel al. En ik ben een, laten we zeggen, een nerd in richtingen. Dus dat mij lukt, dan moet het bij jou goed komen. Oké. Okay. Nee, jij bent minder vaak dan ik, maar ja. Ja. Mij. Maar, ja. Moeten we even het bed weer eventjes resetten? Ja, want die staat op 0 als het goed is. Hij staat toch volgens mij om 1, toch? Ik weet niet, de laatste keer vroeg hij om 2000 energie. En dat hadden we toen niet, dus toen heb ik hem in ieder geval niet gedaan. Ah, oké. Okay. Dus ik weet niet of jij daarna nog... Want elke keer wordt het duurder. Ja. Als je nou op 2000 bij wijze van spreken is, de volgende keer is dan waarschijnlijk 4000. Dat kunnen we niet eens produceren, dan moeten we meer opslag maken. En daarna wordt het dan waarschijnlijk op 5000 of 6000. Oh, chips. Mm-hmm.
Ja, je bent er niet zomaar. Daarom zeg ik, voor je, een beetje laconiek het spel, het kost je ontzettend veel. Ja. Want ik zie dat bij, op een gegeven moment bij Game Edge, dan, ja, je merkt het aan zijn stijl van spelen dat hij op een gegeven moment het spel zat is. En dan wordt hij, ja, weet je wel, zo makkelijk. En, ja. ja. En die doen ook dan de co-op. En dan zijn die anderen de sigaar, want dan kost bijvoorbeeld een bed point, een slaap, ja, zo'n respawn punt, kwamen zoiets op 10.000. Ja, dan moest dat, het werd gewoon te gek. maar, weet je, hij begint, hij zegt ook wat van tevoren al zijn kleding uit, hè. Hij gaat in zijn, hoe noemt hij dat? Zijn whitey, zijn, tighty whitey of zo noemt hij het. Ja, ik zal het niet goed uitspreken, maar... Dit is een onderbroekje, ja. Ja. En elke keer als hij opnieuw spont, dan doet hij zijn broek gelijk uit en dan begint hij weer in zijn tighty-whitey, zeg maar. Ugh, oké. Okay. Het vindt hij blijkbaar leuk, ik weet niet waarom. Ik heb daar nooit een punt van gesnapt, maar ik denk van nou, waar slaat dat op? Dat zijn zijn grapjes. Ja, maar dan merk je al dat hij laconiek gaat worden, weet je wel. En die anderen lijden daaronder, want ja... Als er eentje aan het sparen is, voor, ik zeg even wat, om een duikstation te maken en hij gaat 3 keer dood, ja, weet je. Ja, dat kost hem heel hoop. Ja. Ja, maar daarmee... je de keuze, ja, ik vond het wel grappig dat ik niet de keuze kreeg om te spawnen bijvoorbeeld buiten het bed of gewoon meteen in het bed. Ik werd meteen in het bed gespawnd. Ja, dat doet hij wel. Als je eenmaal een bedspawn hebt, dan gaat hij automatisch het bed gebruiken. Ja. En nou ja, als je die niet hebt, ja, dan moet je gewoon ergens de kaart neergepleurd. Ja, dat vond ik wel het leuke van Ark. Is dat Ark, als je eenmaal een bed hebt geplaatst, kun je altijd respawnen. Kost je niks. Maar je kunt ook gewoon kiezen om gewoon te spawnen willekeurig ergens. Dan... Oké. Okay. Ja. Ja, dat kan je inderdaad niet. Nog niet. Je weet niet nog wat de toekomst brengt. We hebben bijna 300 hout. Oh. Wat kunnen we doen? Oh ja, dit. Plop, plop, plop. Barbara, stop. Ik zal kijken of ik die aflevering waarin hij uitlegt over die Alpha 61, of ik die nog terug kan vinden. Oké. Okay. En dan zal ik eens kijken wat voor informatie ik, wat hij, ik zeg het, ik weet het niet, wat hij, je hebt er nou 3. Hij heeft die challenge, de gewone, en hij heeft die extra challenge, die keiharde in de winter. Dus ik weet niet, ja, in welke hij dat nou precies zei. Heb ik genoeg energie om die kip te pakken? Nee, mijn energie is al leeg. Dus nee. Ik moet even achterhalen. Even de reden waarom ik niet zo vaak van zijn filmpjes geniet. Dan moet hij gewoon... Ja, hij geeft het gewoon op, op een gegeven moment is het gewoon... Ja, klopt. Hij houdt gewoon op met het spel. En nou, dat bedoel ik. Dat doe ik ook soms wel. Zeg maar. Dat je merkt aan zijn laconieke spelen dat hij dat weet je al dat dat de laatste aflevering is. Ja. Ja, dat, sorry, maar weet je, natuurlijk, ik snap dat je kijkers, dat je likes wil krijgen en goede reviews. Maar ja, om dan gelijk het spel... Want als hij onder de 100 kijkers heeft of duimpjes krijgt, dan stopt hij er al mee. Ja, bij mij is het ook eens piepen zo. Als ik gewoon meer duimpjes omlaag krijg dan duimpjes omhoog, drie afleveringen achter elkaar, dan stop ik ook met het spel. Ja, maar jij krijgt toch geen duimpjes omlaag? Jawel. Ja? Ja hoor, heel vaak zelfs. Nee, dat heb ik nog nooit gezien, joh. Dat, ik weet niet of je dat kan zien, maar ja, ik krijg het best wel vaak. Kijk, het spel was het Wild West Dynasty. Ja. De laatste 3 afleveringen kreeg ik 74 tot en met 70 views. En alleen maar duimpjes omlaag. Nee. Yes. En toen had ik zo van, oké, okay, duidelijk. Dan ga ik niet meer spelen. Oké. Okay. En... het spel Planet Base, toen ik probeerde opnieuw nog een aflevering te maken van de laatste ronde. Ja. Kreeg ik ook een paar duimpjes omlaag en toen dacht ik ook, duidelijk, dus dan ben ik ook mee gestopt.
Dus dat... Oh. En meestal kan ik toch wel zien als er een duimpje geplaatst of naar beneden of een duimpje omhoog. Meestal kan ik dat wel zien. Over het algemeen zeg ik hoor. Ik zal niet zeggen alles. Ja. Nou, we zitten vol. We hebben geen ruimte meer voor energie. Oh, dat is mooi. Ik ga het even kijken. Wat wilde ik maken ook alweer? Geen idee. Ik ook even niet. Oh ja, die pan. Boven. Ja. Heb ik zink nodig? Nou, we hebben in ieder geval genoeg zink. Ik ga het eerst even een klein beetje mijn inventaris legen, want alles is vol. Oké. Kijken. Deze moet ik hebben. Wat was ik ook nog van plan? Oh ja, ik moest meer. Ik moet nog twee even dingetjes maken. Bla 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 bla. Crafty. Ja, ik heb nog wat oors. Ik heb zink. Ik heb. Oh, dat werkt niet zo. 2, 4, 5, 6, 7. Zinkfragmenten had ik. Oh, die haal ik er net uit, kuttekop. Geen ding. Wat ben je toch lief voor jezelf, zeg? Oh ja, dat moet niet blijven. even kijken, ik moet even de rest nog legen. Had ik nog. Ja. Oh ja, die en die. Dan had ik nog medicinale drankjes, of tenminste tonics. Ik heb hout. Die. Peren horen hier niet. Nee, planken wel. Ik had zelfs planken in die kist. Dat is wel ideaal. Ja, gaat goed. Ik zag even een wolfje bij het strand, dus die ga ik even naar me toe lokken. Doe maar. Ik heb nog vier pijlen over, dus ik moet hier wat meer pijlen. Yep, dankjewel. Glasdinges? Ja. Ja, die zandsteen. Glasdinges. Wat had ik nou nog denk meer nodig? Lijm, hè? Volgens mij had ik nodig voor die pan. Volgens mij wel. Ja. Dat heb ik boven. Ik weet niet hoeveel, dus ik pak even alle lijm. 14, dat is niet echt veel. Maar we kunnen maken als het moet. Even kijken, die pan. Oh, we hebben 250 massa nodig. Nee! Oh, dat is nou jammer. Jips! Oké. Waarom beweeg je nou, stom beest? Nou, ik heb hier wat stokjes, die gooi ik er alvast in. Het is niet veel. We hebben nog misschien wat zwarte visjes. Even checken. Ja, 3. Nou ja, goed, het zijn er toch 3. 3 zwarte visjes. Hoeveel had ik nodig? 250. Halen we dat wel trouwens? Hebben we genoeg opslag? Ja, net. Oké. Ga ik de rest even opruimen. Wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig? Dat zijn zaden. Zo, even deze. Pijltje in je bek. Haha. Deze heb ik. Oh, pakken. As. Oh, ik zie nog een kistje. Wat is hiermee? Alle plantjes al klaar? Nee, natuurlijk niet. Waarom zou ik nog een kistje klaar zijn? Waarom zoveel kistjes plotseling? Wat is jouw doel hier, spel? Ja, dat zeg ik. Op haar probeert je in een bepaalde situatie te lokken. Ja. Ik zal nog even wat watertjes pakken voor de plantjes. Zo. Appeltje voor de dorst. Want mooi. Dat gaat natuurlijk nu meer kosten. Een bak extra. Misschien ook een beetje as pakken. Zou ook helpen. Ja. Wat dan? Is dat gewoon een witte erts onder een blauwe erts? Oh, dat kan. Ja.
En dan heel hard weg. Oh, nog een. Oh, nee. Geen ernst. Alles, water. Zo. Had ik hier alles bijgevuld? Ook as. Oké. Wauw. Maar gaat alles hard hoor. Oh. Ja, het gaat snel op hè, alles. Ja, nu helemaal, want ik ben een derde plantenbak. Ja. Maar ja, wat je op een gegeven moment meer... gaat doen, is keuze maken. Weet je, van nou, de bak met al die wortels en die aardappelen, die hebben geen haas. Dus daar gooi ik geen as in. Nee. Overal waar tomaten en bijvoorbeeld katoen in zit, daar gooi je dus dan wel as in. Oh, oké. Okay. Assortiment van... Oh, even eten weer, of krijg ik weer dadelijk... U bent uitgehongerd. Dat gebeurt nog zo vaak bij jou, hè? Houd je mond. Oké, vlees in de koelkast zetten. Okay. Wordt weggeropt. Ik heb 4 lege flessen water. Oh. Oh, krip. Hoe zit het hier? As pak ik ook gelijk mee. We hebben 350 hout momenteel. Lekker. Ja, we doen het niet slecht. Maar 0 planken. Oh nee, nee, we hebben geen, wel plank, maar geen takjes. Nee, die heb ik net in dat ding gegooid. Ja, precies. En was nog niet genoeg. Want we hebben heel veel nodig. Oké. 250 massa geloof ik. Dus dat. Appeltje erbij. Wat heb ik nu? Water, hè? Ja. Dan ga ik even de kachel. Oké, doen we jou hierin. Plop. Mooi. Ja, de koelkast zit weer vol. Alles gaat de goede kant op, volgens mij. Ja. Ik ga nog even kijken voor die pan, hoeveel we hadden nodig hadden. Ja, 250 massa. Voor de rest heb ik alles, behalve de massa. Oké. Okay. Ja, jij kan hierheen. Spawn cost 2329. Ja. Wat zeg je nou? Spawn cost staat hier gewoon. Dat zei ik toch, dat het zo duur is? Ja, 2000, ja, maar het gaat omlaag. Ik snap het niet helemaal. Hm? Nee, dat is wat we hebben. Het kost 350. Hè? Kost je maar 350? Wat? Ja, dat zeg ik. Dat ik snap het niet. Ik dacht je zei dat het 2000 was of zoiets. Ja! Hé? Nou, dan koop ik er nog even één hoor. Dan hebben we er twee ja, staan. Doe maar. Hoe ken dat nou? En hij blijft op 350 staan, hè? Ja. Dan heeft hij dat veranderd. Dat kan niet anders. Er is waarschijnlijk een maximum geplaatst. Van hoeveel je maximaal ja. Kan moet betalen voor een... Voor een... Voor een dooie. Ja, nou ja. Maar dat maakt het wel wat makkelijker voor ons. Yay. Dat maakt het inderdaad wat eenvoudiger. Ik heb nog wapendelen in mijn inventaris. Oké, eens even kijken. 8 toiletrolletjes. Spalkje. Ja, we moeten nou alleen massa krijgen. Dus we gaan even stokjes maken. Oh, bam. Stokjes. Ik doe even stokjes maken. Even door de middel. Hoplapapa. Stokjes. Hoeveel stokjes hebben we nodig? We hebben hoeveel massa nu? We hebben 142. Dus nog 100 massa. Ruim. Okay. Ja. Ik ga het ook even stokjes maken. Even kijken. Hier. Een tackle, dan heb ik die nou nodig. Wat heb ik nodig? Een touw. En wormpjes. Hebben we nog wel genoeg wormpjes? Ja, zat. Ja, ik wil dat zeggen. Dat kan niet anders. Nou, ik heb wel eens eerder meegemaakt dat we gewoon helemaal niks hadden. Jawel, natuurlijk in het ver verleden. Ja.
Ik wil heel even op de kaart kijken, want het... Oh, ze zitten nu bij de rivier, waar jij er net met die eland aan het vechten was. Oh, jammer. Ja. En even kijken hoor. Onze kant is vrij en richting Ortestek is ook vrij, richting het oosten, zeg maar. Zuidoost, wat is het? Ik zie wel een vlammetje bij zo'n, bij aan de overkant, bij het strand, in het zuidoosten van ons. Ja, dat zeg ik, bij Ortestek, ja. Ja. Die kant op, ja. Ze probeert nog te verstoppen door naast zo'n steen te bivakeren, maar we zagen ze wel. Ja, ik zie het. Ja. Ja, en is wat tussen de... ja, ik zie hem. Wat een gluiperd. Ja. Maar goed, bij Ortestek is vrij, daarboven. Daar ja, daarboven wel. Hoe zat het met onze refinery? Oké. Okay. Moeten we er twee van hebben of zoiets? Nee, je kan er een upgraden, kan je, met een tweede slot erbij. Je kan er nog twee slots bij doen en je kan hem nog efficiënter maken. Ja, juist. Oké. Okay. Die moet je wel doen, die efficiënte, en dan kan je in principe die twee slots erbij doen. Moet je alleen even kijken wat het kost. Alles kost wat in het spel. Ja. Is een klein beetje... Plons. Even kijken, hoeveel hebben we nu? We hebben 179 massa. Oké. Okay. Nou, mijn pikkawel is bijna op, dus die gooi ik er ook in. Dat scheelt ook weer. Een pikkawel kan je niet repareren, hè? Nee, daarom. Dus die gooi ik als er zo'n klein slivertje aan zit, dan gooi ik hem altijd ook in de... Of ik bewaar hem in de kist. Als je het nodig hebt, dan kan je hem pakken. Bij de visjes, zeg maar. Ja. Maar die hamer hebben daar ook zitten. Dus die, kunnen we die ook daarin gooien? Ja, dat denk ik wel. Zal ik nog niet eens. Zal ik eens kijken? Ik weet niet waar die zit, die hamer. Die heeft ook een hele minuscuul klein slivertje over. Ja, dan gooi ik die er ook in. Ik weet alleen niet precies waar die hamer zich bevindt. Hier. Ja. Oh, ja. Die ga ik er ook maar even inderdaad ingooien. Ja, lijkt me wel. Even kijken. Ja, die geeft toch 7 massa. Oh, lekker. Ja, dat, hij geeft meer als die pikka wil. Meer hamers maken. meer repareren. Maar we hebben niks te repareren, ze maken niks stuk. Nee. Ze schieten gewoon altijd mis. Ik heb die raketlanceerders van hem. Heb jij nog houtstokjes in je inventaris? Ja, hè? Ja, 52. 214 hebben we, dus we moeten er nog 30... 36 bij hebben. Oké, ik kom er even aan. Ik wil even mijn hengeltje in binnen halen. Kan ik nog wat eten maken? Tokjes. Ik gooi er even 3 kipfiletjes in. Oh, watertjes. Had jij nog water in je inventaris? Ja. Nou, dan zijn ze van boven. Ik zit helemaal groen met water. Okay. 245. Oh, we komen al net tekort. Oh. Dan gooi ik die laatste stokjes er ook even in. Yes, we hebben genoeg. Ik ga die pan maken. Yay. Oh, nee, wacht even. Kipfilet. Even terug. Kipfilet. Ja, anders hebben we daar een zwarte kipfilet. Meer massa. Dat is waar. En op een gegeven moment ga je op een gegeven moment de kip ook niet meer eten hoor. En de konijn. Als je allemaal van dat betere voedsel hebt. Ik heb een joekel van een baas gevonden. Of gevangen. Sorry? Een baas van een heel grote vis. Oh, lekker. Nog fishing tackle? Ah, jammer. Vis is afgelopen. Even wachten, want ik moet dan eerst even ruimte maken. Gooi ik de 2 bietstukken in. Als jij ze dan even in de gaten gaat houden, ga ik even die pan maken. Oké. Okay. Biefstukje.
Ik heb biefstukken gemaakt het afgelopen weekend. Dat was lekker. Ja. Ja. Medium, lekker hoor. Ja, ik hou van lekker... Niet bloederig, maar nee. Wel gewoon mals en... Ja, ik wil en... niet net aan, zeg maar. Dat vind ik ook niet te vreten. Nee. Ik moet nog niet helemaal gort droog hebben. Dat is best wel jammer, vind ik. Het moet voor mij natuurlijk wel gewoon mals zijn. Juist, zacht en ja daarom zeg ik medium. Inderdaad. De beste manier om een steak te maken. Hé, hey, de pan die... Oh, wacht even. Equipment. Braadpan, die zit erin. Nou kun je de recepten zien als het goed is. Van... Even kijken hoor. Bake. Ja. Ja. Zo, moet je maar eens even kijken wat je kan maken. Ik ga terug naar de biefstuk. Kun jij kijken? Ja, ga ik even kijken. Bake. Oeh, rabbit casserole. Ja. Fish pie. Roast chicken and vegetables. And roast ribs and vegetables. Oh, roast vegetables. That's the name. Potatoes, onions and carrots. Oh, dit is best wel duur. Ja, maar je ze zijn allemaal best wel duur. Als je dat gaat eten, dan moet je zowat alles in het rood hebben. Mmm, rabbit casserole en fish pie. Yum, 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 yum. Want je kan het echt maar eten als je bijna helemaal in het rood zit. Ja. Eerder kan je het niet eten. Nou, dan ga ik... Helemaal in het rood zitten, ja. Het maakt je helemaal vol natuurlijk. Ja, ja. Ik bedoel, een rabbit casserole, als ik heb een keertje rabbit casserole gemaakt. Ja? Dan kon ik gewoon echt 6 man voeren. Ja, dat kan bij deze natuurlijk weer niet. 6 man. Nee, dat begrijp ik maar. Maar dan moeten geloof ik wel die goede konijn voor gebruikt worden als het goed is. Ja, er zit wel zo'n stelletje bij. Ja. Reared rabbit meat. Ja, daar heb je dus inderdaad daar heb je dat konijnenhok voor nodig. Of tenminste het dierenverblijf. Ja. Maar ik snap niet hoe we een whole chicken raw kunnen krijgen. Ja, dat zeg ik. Als je een kip tot level 10 en dan doodmaakt, dan krijg je een hele kippenbout. Een hele... Hele kip? Ja. Want een kippenbout is maar een beentje. Ja, dan krijg je echt... ja. Ik heb de zwarte kist er even uitgehaald. Die doe ik hier in de kist. Zo. Ik had nog 2 vaten die niet van mij zijn. Nou... En we hebben weer 2 bedspon. Ik ga nog 1 keer kijken bij die bedspon. Ja, 350. Ja, echt waar, joh. Jee. Hoe de stroom zijn voor... is bijna op. Wil jij de generator even aandoen? Ja. Doe die even aan. Want we hebben nog maar 200 zoveel. Ga ik meteen even wat brandstof in gooien. Deze planten zijn nog niet... Wel bijna klaar. Ja, oké. Dat is mooi. Ja,